Dan geef ik nu het woord aan de heer Dijkhoff namens de VVD. Voorzitter, dank u wel. We staan eigenlijk voor een ongekende klus. Het gaat nog 31 jaar duren. Er moet heel veel gebeuren. We gaan maatregelen nemen die we nu nog niet eens kennen in die jaren, omdat er innovaties zullen zijn die ons gaan helpen om minder CO2 uit te stoten en toch ons land goed te laten draaien. Maar dat betekent ook dat je nog decennia lang draagvlak moet hebben, zowel in het land als in de politiek. Dus dat is zeker bij de start behoedzaam opereren. Dat draagvlak, dat moeten we koesteren. Dat is er best wel in Nederland voor klimaatmaatregelen. Maar bij de vraag hoeveel moet je er zelf voor betalen? Nou, als dat bedrag stijgt, dan neemt het draagvlak ook af. En een deel van de onrust zit hem nu ook in kreten dat alles heel snel moet. Of dat het gedacht wordt, nou, er is draagvlak, laten we dan nog sneller gaan. Of nog meer doen, en nog hogere doelen en nog meer van mensen vragen. Ik denk dat bij deze klus waar we in twee fases willen toewerken, de ene 11 jaar, de andere 31, dat we nu juist rust en perspectief moeten bieden aan mensen en moeten voorkomen dat we in allerlei klimaatstress schieten met waanbeelden over dat je over 11 jaar niet meer in een benzineauto zou mogen rijden. We gaan bijvoorbeeld ook een ander probleem wat ik veel terughoor. Dat persbericht heeft er flink ingehakt dat we binnen een paar jaar allemaal onze cv-ketel moesten inleveren. Alsof we binnen een paar jaar van het gas af moeten gaan. Ja, we stoppen met gaswinning in Groningen. Maar Nederland zal nog heel erg lang gas blijven gebruiken, ook om je huis te verwarmen. Daar gaan we geleidelijk wat aan veranderen, maar dat duurt nog lang. Misschien blijven we zelfs wel heel veel huizen uiteindelijk op een hybride systeem waar nog steeds gas nodig is voor hele koude dagen in de winter. Misschien is dat dan het efficiëntst. Dus heel veel van die beelden, alsof we nu in één keer alles overhoop gaan gooien, zijn ook niet terecht, zijn ook niet nodig om de doelstellingen te halen en helpen niet mee aan het draagvlak. En het vraagt dan ook op het kabinet om oog te houden bij de verdere communicatie, maar ook het uitrollen van maatregelen, om oog te houden voor het perspectief dat mensen er zelf bij hebben, want die vertaalslag maak je meteen, maar ook rust te houden in dit proces dat nog zo lang gaat duren. De heer Baudet. Ja, mevrouw de voorzitter, heeft de heer Dijkhoff überhaupt die klimaatwet die hij zelf heeft mede ingediend en waar hij voor gestemd heeft wel gelezen? Weet hij wel wat erin staat? Weet hij wel waar hij Nederland voor wil committeren? We blijven misschien wel altijd gas gebruiken, zegt hij. Maar in die klimaatwet staat dat we 95% CO2-uitstootreductie moeten hebben en 100% duurzame energiewinning, zoals het gedefinieerd staat. Dus dat kan helemaal niet. Hij verkoopt sprookjes, zegt dat kost allemaal niet zo heel veel geld. Ed Nijpels van zijn partij die zegt dat het 4 miljard per jaar kost. Alleen al in Rijswijk kost het 800 miljoen. Daar is nota bene uw eigen partij uit het college gestapt om die reden. 800 miljoen om al die huizen te gaan isoleren. Dat is 16.000 euro per inwoner. Als je dat extrapoleert naar heel Nederland, kom je op 272 miljard uit. Alleen al dat. Dus waar heeft de heer Dijkhoff het over? Als hij zegt, het moet niet te snel gaan. We blijven misschien wel gas gebruiken. Mensen kunnen hun elektrische benzineauto blijven rijden. U praat maar wat. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, ik heb het precies over wat de heer Baudet hier tentoon spreidt. Dat hij noemt het dan extrapoleren, maar dat hij op basis van gebrekkige informatie enorme beelden schetst en het voor heel Nederland uitrekent, waar iedereen van in de stress schiet als het zo zou zijn. En ik zeg, als je die huizen aanpakt, gas kan, je hebt groen gas straks, een deel. Je kunt niet niks veranderen, niet iedereen zal zijn huis blijven verwarmen zoals nu. Maar het idee dat je nu binnen 3 jaar geen cv-ketel meer kunt kopen, of het idee dat iedereen maar op een gegeven moment afgekoppeld wordt en zelf maar moet zien hoe hij het warm krijgt. Die beelden dat het niet te dragen is voor onze economie, of dat er niet ook voordelen bij zetten. Precies die hysterie waar de heer Baudet vrij goed in is met zijn eigen rekensommen. Daar vecht ik tegen, omdat ik zie dat we nog decennia hebben om tot die doelstellingen te komen. Dat de klimaatwet ook rekening houdt met het herzien en ook met innovatie en ontwikkelingen die we nog kunnen hebben. En dat wij maatschappelijk, sommigen misschien wel, de heer Baudet, geen belang hebben bij het oproepen van spookbeelden, mensen schrik aanjagen, en meer belang hebben bij realisme in het dossier en oog houden voor de effecten die het heeft op de portemonnee van mensen en daar rekening mee te houden. Nee, maar het gaat helemaal niet om paniek zaaien om het paniek zaaien. Het gaat om een reëel beeld te krijgen van wat hier besloten wordt, wat hier gaande is en welke hoeveelheden geld
u wilt gaan uitgeven aan dit absurde idee. Alleen al het energieakkoord, dus dat is het akkoord dat nog voor dit huidige akkoord zat. Dat kost al meer dan 100 miljard. Die klimaatmaatregelen die nu allemaal op tafel liggen, dat kost honderden miljarden. Ook al de komende jaren. En ja, ik vind het wel grappig hoor, om te zeggen van mensen, we gaan geen paniek rustig aandoen. Maar je moet je wel bij de feiten houden. Ja, zeker. Dit is gewoon het consequentie van wat er in die wet staat. Een wet die u zelf heeft ingediend, zelf heeft aangenomen. En dan kun je toch niet een beetje zeggen van maar die kosten, dat willen we niet. Het ene heeft een consequentie voor het andere. Regeren is vooruitzien, zegt men wel, maar u neemt een wet aan zonder dat u enig idee heeft hoe u dat wilt gaan financieren. De heer Dijkhoff. Ja, via een hele lange omweg in zijn eigen gelijk zwelgend komt hij bij een conclusie, de heer Baudet, die nergens op slaat. En ik heb net al uitgelegd hoe die wet in elkaar zit. Ik vind het kwalijk hoor dat u altijd cijfers uit zijn verband trekt, de context weglaat. U heeft een wetenschappelijke achtergrond, u zou beter moeten weten. En dan weer dit bedrag daar schooit. U doet het bij migratie ook. Dan telt u alle kenniswerkers van Azië melden bij op en dan wekt u een indruk alsof het vluchtelingen zijn. En daar verwijt u dan mee dat in die aantallen dat wij daar ook verantwoordelijk voor zijn. Ik vind het geen eerlijke manier om met mensen om te gaan. Ik ben het van harte eens met u oproepen bij de feiten te blijven en dat moeten we dan ook doen. En één feit blijft dat de maatregelen die voor het klimaat genomen moeten worden de komende jaren, dat we die nog gaan nemen. Dat je eerst gaat kijken wat daar de effecten van zijn, dat er kosten aan zitten, dat er voordelen aan zitten en dat het er vooral om gaat hoe kun je dit bereiken op een manier die voor huishoudens gewoon te betalen is en hoe bied je ze het handelingsperspectief om dit te gaan doen. Een ander feit, als je niks doet en de gasprijs stijgt enorm, heb je ook enorme kosten. Ja, dat kun je niet allemaal voorspellen, je kunt die toekomst niet voorspellen. Maar ik heb liever dat we minder uitstoten, dat we verduurzamen, ook werken aan een schoner land en ondertussen minder afhankelijk worden van rare regimes van ons voor olie en gas. Tot slot op dit punt, de heer Baudet. Ik doe nog één poging. De heer Dijkhoff zegt, we moeten niet te veel, het moet niet te duur worden. Hoeveel wil hij dan maximaal uitgeven aan al deze plannen? Ja, dat is een privévraag. Ik heb er al veel aan uitgegeven, maar ik vind niet dat de investering die ik zelf heb gedaan in het verduurzamen van mijn huis, dat ik die zomaar van iedereen kan vragen. Nee, ik bedoel, hoeveel wil hij dat vanuit de politiek uitgeven? Hoeveel wil hij dat dit mag kosten? Wat is het maximum dat u heeft gezegd in een interview, heel stoer, ik laat de burger nooit vallen. Dat wil zeggen, het mag niet te duur worden. Wat vindt u te duur? Wat vindt u het maximum dat we hier aan mogen betalen? Ja, voorzitter, ook dat is een vraag die ik zo niet kan beantwoorden, omdat je moet kijken wat is het voordeel ervan. Is het een eenmalige investering die zich lang terugverdient, die je als overheid kunt voorschieten, dan doe je een uitgave die ook weer terugkomt op lange termijn, waardoor de netto kosten, je schiet het voor, het zijn kortlopende hoge kosten en lange termijn zijn ze weer lager. Dat zijn ook modellen. Dus daar moet je helemaal doorrekenen, wil je kunnen zien wat het mag kosten. En ook wat is het handelingsperspectief. Als wij een alternatief bieden voor lagere kosten, wat groener is, dan kan het zijn als je dat weigert bewust en zegt ik wil per se niet, terwijl ik wel een handelingsperspectief had, wel een aanbod had, kan het zijn dat het duurder wordt. Al die vragen moet je meewegen als het gaat om de eerlijkheid van kosten. Ik kan niet garanderen dat dingen duurder worden. Misschien worden andere dingen juist aantrekkelijker. Maar ik ga kijken voordat ik een beslissing neem over de maatregelen, of het persoon behapbaar en betaalbaar is. Dat is mijn maatstaf. Ja, dan ga ik naar de heer Kurzu. Nog heel even. Dit is echt. De heer Baudet. Dit is wel echt heel belangrijk. Alles dus de heer is belangrijk, zegt, ik weet het allemaal bespreken. Niet. Hij heeft gewoon voor een wet gestemd. Laatste opmerking. Hij heeft dus voor een wet gestemd met allemaal maatregelen, dat allemaal targets. Gezegd. Hij heeft gewoon geen idee wat het gaat kosten en hoe hij die targets gaat bereiken. Het is gewoon de situatie hier. Okay. Het is echt absurd. Dat is geen vraag. Het is zeker absurd dat u totaal niet luistert en dat u geen gebruik maakt van antwoorden om uw stellingen volgens aan te scherpen. Stelt in ieder geval kritische vraag daarna over wat ik gezegd heb. Die wet stelt doelen, die wet stelt processen en die wet stelt streefdoelen. Okay. Hoe we dat invullen, dat komt nu de komende maanden aan de orde. En dan zullen we ook zien wat de effecten zijn. De heer Baudet weet andersom ook niet wat het precieze effect voor een huishouden is van een bepaalde maatregel. Tenzij hij slimmer en sneller is dan de rekenmeesters van dit land die nu aan het rekenen zijn. Als dat binnen is, kun je zien, die maatregel is goed te doen. Die maatregel leidt wel tot hele draconische taferelen. En die neem je dan niet of die compenseer je. Dat zijn de effecten die je moet bezien. Je zult dat ook in die komende 31 jaar steeds moeten herzien. Omdat er ontwikkelingen zijn in de wereldmarkt die je niet in de hand hebt. Waardoor het ene slimmer kan zijn dan het ander.
om te doen. En zo zul je nog decennia lang, zal de heer Baudet dit proces meemaken en deze discussie kunnen voeren op basis van de feiten. De heer Kouzou. De heer Kouzou. Voorzitter, en wanneer we die discussie voeren, en dat is eigenlijk een vraag waar ik al een tijdje mee rondloop. Wat is eigenlijk een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, daar hebben we gewoon een woordenboek voor. Ik was benieuwd naar de definitie van de heer Dijkhoff. Ik kan ook een woordenboek pakken en opzoeken, ja, maar volgens mij de combinatie klimaatdrammer staat er nog niet in. Dus nee, ik ben benieuwd. Ik heb het woord in de Telegraaf heeft het geroepen. Dus, ik heb daar het woord drammer gebruikt en dat staat in het woordenboek. En ik denk dat het ook fijn is dat u hier even uitlegt wat u bedoelt met klimaatdrammer zijn. Ja, voorzitter, dan moet u eerst vragen wat ik gezegd heb. Dat was het woord drammer en dat staat gewoon in het woordenboek. En dan heb ik het over mensen die bij het draagvlak niet denken, wat fijn dat koesteren, nu gaan we kijken hoe, maar denken nou, het draagvlak is er, laten we dan nog een turbo erop gooien en nog sneller proberen te gaan of nog meer proberen te doen, waarbij het risico loopt dat het draagvlak wat er was voor een behoedzaam traject er niet meer is voor een sneller traject en dat je dan meer verder afraakt van je doelen die je graag wil bereiken dan wanneer je dat behoedzaam had gedaan en mensen meeneemt. Voorzitter, dat is in ieder geval een antwoord op wat dan een klimaatdrammer is. Mijn vervolgvraag is de heer Jette een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, dit spelletje ga ik niet spelen. Ik heb daar in een interview dingen over gezegd. Ik heb daarna ook gezegd dat ik de rest van het jaar dat woord zo weinig mogelijk wilde gebruiken. De heer Kouzou heeft me net al verleid daar alweer een streepje achter mijn naam te krijgen dat ik het toch weer een keer gezegd heb. En dit spelletje verder vind ik eigenlijk niet zo interessant om mee te spelen. De heer Kouzou. Voorzitter, ik vond het ook niet interessant tot het moment dat de heer Dijkhoff in de Telegraaf begon met het woordje klimaatdrammer en een coalitiegenoot uitmaakte voor het feit dat van klimaatdrammer zijn. Dus wie speelt hier nu politieke spelletjes? De VVD speelt politieke spelletjes, dat is één. Waarom is het van belang, voorzitter, om te weten wat een klimaatdrammer is en of de heer Jette eventueel een klimaatdrammer is? Dat is precies vanwege de definitie die de heer Dijkhoff ook zelf geeft. Hij kiest u vervolgens in het klimaatakkoord voor het draagvlak, voor de snelheid, voor de betaalbaarheid. Wat is de positie van de VVD in die brede beschouwing van de definitie van klimaatdrammer die u hier geeft? Waar staat de VVD precies? De heer Dijkhoff. De VVD staat buiten die definitie. Ja. Voorzitter, het is heel moeilijk debatteren als de heer Dijkhoff probeert over alles een grapje te maken en vervolgens andere politieke partijen de maat gaat nemen over het spelen van politieke spelletjes. Nogmaals, de VVD speelt hier politieke spelletjes over de ruggen van toekomstige generaties. En de kiezer, ook in aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, heeft behoefte aan duidelijkheid over het standpunt van de VVD. En heel veel mensen zijn ook in het ongewis over waar de VVD nou precies staat. Staat u nou voor dat klimaatakkoord, voor al die maatregelen, die voorstellen die 100 partijen hebben gedaan? Of staat u voor de betaalbaarheid van al die maatregelen? En dan kunt u doorverwijzen en allerlei dingetjes erbij halen over politieke spelletjes. Waar staat de VVD in dit verhaal? Dat is een serieuze vraag waar ook een serieus antwoord op moet komen. Voorzitter, ik heb de heer Kouzou's vraag, hij kan het teruglezen in de handeling, heel serieus genomen en letterlijk genomen en daar een antwoord op gegeven. Als hij niet tevreden is met zijn eigen vraag, dan kan ik daar ook niet echt veel aan helpen. Vervolgens noemde ik het geen politiek spel, maar een spel, als we dan toch alles gaan ontleden. En tot slot heb ik heel veel reacties gehad op een interview, maar dat het niet duidelijk zou zijn geweest, heb ik daar niet op gehoord. Ik wil de doelen die in het regeerakkoord staan, die wil ik halen. Ik wil de klimaatdoelen halen. Ik wil de plannen van nu kunnen daar een bijdrage aan leveren. Dat zijn voorstellen van de tafels. Die worden doorgerekend. En ik vind dat wij hier als volksvertegenwoordiging allemaal onze plicht hebben om die te beoordelen op wat doen ze voor het klimaat, wat doen ze voor de portemonnee van de Nederlander nu en wat hebben ze eventueel nog voor effecten breder als in waterwetteffecten naar andere landen. En hoe is de verdeling straks tussen de lasten tussen burgers en bedrijven? Want daar moet ook fairness in zitten. Ik vind het onze verantwoordelijkheid hier, en zeker mijn fractie zal het ook doen, om die te wegen. En daarbij ook zeer veel oog te hebben voor de betaalbaarheid van mensen. Het klimaatdoel is belangrijk, maar geen enkel doel heiligt alle middelen, dus ook het klimaatdoel niet. En dat standpunt, dat had u vorig jaar bij de algemene beschouwingen al letterlijk, heeft u dat van me gehoord. Dus het is een vrij lang en consistente lijn inmiddels. Tot slot. Voorzitter, aangezien de heer Dijkhoff ook niet serieus antwoord gaf op voorgaande vragen, dank voor de permissie om een vervolgvraag te stellen. Voorzitter, de crux zit hem volgens mij ook in de verdeling van de kosten.
Bedrijven versus particulieren, huishoudens. En we zien op dit moment dat het scheef is verdeeld. Er werd net al gesproken over de 50-50 verdeling tussen bedrijven en huishoudens. En u geeft ook aan dat het meer naar bedrijven toe moet. Dat de kosten ook gedragen moeten worden door bedrijven. Aan welke verdeling zit u te denken op dit moment? Gaat dat naar een 80-20 of een 55-45? Welke kant gaat het op? Vindt u ook dat de grootste vervuilers, de meeste uitstoters, ook 80% voor hun rekening zouden moeten nemen? Waaronder een Shell, een Nuon, een Essent en dat soort bedrijven. Ja, voorzitter, het kabinet heeft aangegeven die verdeling van die ODE-heffing, zoals die heet, te herzien. Dat is inderdaad niet om het aandeel wat de Nederlanders betalen die niet een bedrijf zijn, om dat te verhogen. Dus inderdaad is het idee daarvan dat je kijkt wat is een verstandige schuif waarbij het bedrijfsleven daar meer aan bijdraagt dan 50%. Als ik nu percentages noem, dan is dat natte vingerwerk. Dus dan steek ik het politiek in met, ja, omdat iets leuk klinkt. Ik wil weten van het kabinet, als ze daarop studeren, wat de effecten zijn. De positieve en de negatieve effecten. Waar het beste punt ligt, al voordat je weer andere compenserende maatregelen moet nemen. Verder vind ik bij bedrijven twee dingen van belang. Ja, de uitstoot is van belang, maar dat zegt niet alles. Je hebt bedrijven die in absolute zin minder uitstoten, maar veel makkelijker nog minder zouden kunnen uitstoten. En je hebt bedrijven bij wie het hele essentie van hun productieproces, van hun industriële activiteit, nou eenmaal gepaard gaat met veel uitstoot, waar we nog geen alternatief voor hebben. Dus ik vind dat je daar ook oog voor moet hebben. Wat is je perspectief? Hoe makkelijk en hoe realistisch is het dat je het kunt minderen? Als je daar geen oog voor hebt, dan schop je het bedrijf alleen maar het land uit. Waardoor je geen CO2-reductie hebt, want dan gaan ze in een ander land dezelfde productiemiddelen of slechtere hanteren. En zijn we niet beter af met z'n allen. Dus ik vind, ja, logisch dat je kijkt naar bedrijven die het meeste uitstoten, dat je die ook als eerste aanspreekt om te verminderen. Maar dan moet je ook het tweede aspect meenemen. Heeft zo'n bedrijf met wat het doet ook goede mogelijkheden om dat te doen? Dus ik vind alleen de absolute uitstoot vind ik niet de enige maatstaf. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik vind het draagvlakargument niet erg consistent. Want je kan zorgen voor draagvlak als je het eerlijk doet. En de VVD kiest daar niet voor. Maar ik ben wel benieuwd hoe de VVD dan reageert op de positie van D66. Die zegt, als het niet genoeg is, dan moeten we meer doen. Deelt de VVD dat? Of zegt de VVD, nou ja, dan doen we gewoon niet wat we hebben afgesproken internationaal. En dan doen we niet ons best om onze eigen bijdrage te leveren aan het stoppen van de klimaatverandering. De heer Dijkhoff. Nou, voorzitter, in het voorjaar zal er een plan moeten liggen. Hoe kun je 49% reduceren tot 2030? Vervolgens is de vraag, wat we daadwerkelijk moeten doen, hangt ook nog samen met wat andere landen doen. Of het lukt met een kopgroep om meer, of het Europese gemiddelde lager ligt. Dat is ook een vraag die ik wil doorgeleiden aan het kabinet. Wanneer hebben we zicht op wat we echt moeten gaan doen in het kader van Europese afspraken? Hoe zit een Europees percentage, hoe vertaalt zich dat door naar een Nederlands percentage? Dat 1-1 zit daar een verhouding in. Als je dit voorjaar dus met de plannen die er nu liggen niet aan 49 komt, zul je, ja, dat wordt nog ingewikkelder, dan zul je moeten kijken of je met andere plannen tot die 49 komt. Maar voordat ik zeg dat je ze uit kunt voeren, moet het wel ook volstaan aan de toets betaalbaarheid voor mensen en de verdeling lasten burgers en bedrijven. Dus die drie toetsstenen blijven voor mij overeind staan. Het is makkelijker als je er één wegschrapt, dat snap ik. Maar dat is niet mijn ambitie. Ik denk dat het moet kunnen. Maar dat wordt wel natuurlijk wel moeilijker als je zelf meer doelen stelt tegelijkertijd. Maar ja, de rekenmethode is zo dat we gaan rekenen naar 49 en later pas zullen weten. Maar ik hoor graag van het kabinet wanneer, we in Europa hebben besloten en hoe zich dat verhoudt tot wat we in Nederland gaan doen. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dus ik hoor eigenlijk wel dat de VVD ook zegt, we nemen deze stap en als er meer nodig is moeten we kijken of we meer moeten doen. En ik ben het met de VVD eens, hè. Die betaalbaarheid van burgers is een groot ding. Maar ik zeg wel tegen de VVD, je kan dat nu al regelen. Dus dat is oproep 1. Oproep 2 is de VVD bereid om te erkennen dat als je in een later stadium meer moet doen, dat het nog meer kost en dat het nog moeilijker is en dat het misschien niet zo verstandig is. Ik heb het voorbeeld van de veestapel al genoemd. Daar ligt al een rapport van een adviesorgaan van de regering. Maar je kan je ook afvragen of het verstandig is om te blijven soebatten over Lelystad Airport of Schiphol. Als je nu vergunningen afgeeft en die groei toestaat en je moet dat straks weer terughalen, ja, moet je ze uitkopen. Is de VVD bereid om te erkennen dat het duurder en duurder en duurder wordt als we nu wachten en straks
toch die stappen moeten gaan zetten voor de belastingbetaler. Soms wel. Ik denk ook wel eens hadden we 20 jaar geleden maar meer kerncentrales gebouwd. Dan hadden we nu flinke CO2-reductie kunnen hebben met lagere kosten. En inderdaad, als je nu een vliegveld opent om het over een paar jaar te sluiten, dat is niet zo handig. Maar ik maak het nog moeilijker, want ik wil wel ook onze welvaart en economie behouden. Ik wil niet CO2 reduceren door ons land en onze welvaart en onze economie te reduceren. Dus daar wordt de opgave moeilijker van. Ik denk dat het met innovatie kan. Ik denk als je net iets eerder bent op sommige terreinen. Dan andere landen, dat die innovatie ook nog eens een hoop handel op kan leveren. En dat we daar ook als voordeel mee kunnen doen en een deel van onze economie kunnen draaien op het opbieden van oplossingen die we net iets eerder hebben bedacht en dan aan de rest van de wereld verkopen. Dus ik zie daar ook positieve kanten aan. Maar ja, je moet nu niet geen dingen doen als je al nu al denkt ze te willen terugdraaien. Dus wat mij betreft kan Lelystad, zou dat wel open kunnen, maar dan ook niet weer sluiten over een paar jaar. Ja. Tot slot, mevrouw. Ja, voorzitter, maar dat staat dan weer haaks op wat ik eigenlijk mooi vond, dat de heer Dijkhoff net zei, ja, dat is misschien niet zo verstandig om te doen. Kijk, de Partij voor de Dieren voorziet, krimp van de luchtvaart is nodig, dat vindt de VVD nog te ver gaan, maar kunnen we dan afspreken dat we een standstill, geen enkele groei, zoveel mogelijk onszelf de ruimte geven om die extra stappen te zetten als blijkt dat dit te weinig is. Dat is toch een redelijk voorstel dat de VVD zou moeten kunnen steunen. Ook om de belastingbetaler straks niet op onwijze kosten te jagen om allemaal weer dingen terug te draaien die we nu hebben vergund. Nou, voorzitter, ik denk dat je niet met dit soort maatregelen bepaalde tendensen en ontwikkelingen en groei tegenhoudt. Alleen maar kunt bepalen dat ze niet in Nederland plaats zullen vinden. En dat vind ik een te beperkte blik voor mij. De heer Asscher. Ja, voorzitter, het is toch wel een beetje een rare vertoning. De heer Dijkhoff staat hier zichzelf te complimenteren dat hij zo duidelijk en zo consistente lijn heeft. Wij hebben iets heel anders gezien. We zien een ongezond grote hoeveelheid VVD'ers op een piepkleine oppervlakte. Die samen een plan maken. Wiebes en Rutte en Dijkhoff en Nijpels en Van Nieuwenhuizen. Die maken samen een plan. Onderhandelen tot diep in de nacht. Sturen het op. En dan 4 weken later loopt Dijkhoff naar zijn brievenbus en zegt, wat heb ik nou gevonden? Dit is niet mijn plan. Een polderprobeersel. Ik zou het zo niet gedaan hebben. Maar dat kan niet. Dat is echt niet fair. Dat is niet eerlijk. Het is ook niet reëel om op te gaan met iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Voorzitter, de heer Dijkhoff die zegt in dat interview, wat zo duidelijk was, ik laat eerder het kabinet vallen dan de burger. Daarmee kwam hij aardig dichtbij allebei tegelijk. Mijn vraag aan de heer Dijkhoff is, wie laat hij eerder vallen? De grote vervuiler of het kabinet? De heer Dijkhoff. Nou, voorzitter. Kijk, de heer Asscher schetst een beeld wat inderdaad niet zo fraai is, maar het beeld klopt niet. Dus dat vind ik dan wel jammer. Hij stelt er vervolgens geen vraag over, dat is op zich handig. Maar het beeld dat hij daarvoor schetst is niet hoe het gegaan is. Ik heb anderhalve week voor die 21ste dat de producten van de tafels afkwamen, het ontwerp tot een klimaatakkoord heet het geloof ik, al aangekondigd dat wat daaruit gaat komen een product is van partijen die met elkaar hebben onderhandeld, met het kabinet hebben gesproken, maar niet iets is waar de politiek niet nog een zegje over heeft. Niet iets is waar al een akkoord op is, wat nog doorgerekend moet worden en dat we het vervolgens hier politiek gaan doen. Ik heb dat van tevoren gezegd online in de reactie meteen die vrijdag bij Pauw anderhalf week eerder. Ik zag wel daarna dat het beeld totaal anders was en dat het beeld toch echt ontstond alsof dat al precies wat de heer Asscher net beschrijft, alsof die coalitiepartijen dat allemaal al bij het kruisje getekend hebben. Dat is niet zo. Dus dan vind ik het ook aan mij om dat foutieve beeld te weerleggen. Als het gaat om wie ik wil laten vallen, het kabinet of de vervuiler. Nou, ik ben niet van plan om het kabinet te laten vallen. Ik ben van plan om samen met de coalitie plannen te maken die en de doelstellingen halen met oog voor de lasten voor gewone mensen en met een faire verdeling van burgers en bedrijven. Ik denk niet dat als bedrijven flink betalen aan hun eigen CO2-reductie, dat ik ze dan laat vallen, maar dat ik ze dan aanspreek op hun verantwoordelijkheid. De heer Asscher. Ja, voorzitter, de heer Dijkhoff zegt zo is het niet gegaan, maar zo is het natuurlijk wel gegaan. Hij heeft zelf zitten onderhandelen tot diep in de nacht over wat er wel of niet naar buiten wordt gestuurd. Daar was hij bij in die cockpit. Dat is gewoon onwaar. Nou, daar heeft u zitten slapen, maar u was een van degenen die daar heeft onderhandeld met uw collega's uit de coalitie, met de premier, met Wiebes, over wat er wel of niet naar het planbureau mocht gestuurd worden en welk kabinetsbrief daarbij kwam. Ja, u kunt dat ontkennen, maar wat we hier zien is twee Dijkhoffs. De Dijkhoff buiten, de proefballon Dijkhoff, niks te maken met het klimaatakkoord en de Dijkhoff hier zegt, nee, is helemaal niet zo gegaan.
Ik heb het altijd zo gezegd, dat kan niet. Ja, u bent leider van een grote fractie, van een grote regeringspartij. Gelukkig wel. En dus, ja, dat is aardig als u zich er dan naar gedraagt. Dat betekent dat als je afspraken maakt over klimaatbeleid, dat je niet buiten alle andere drammers gaat noemen, maar doet wat u zegt. U zegt, ik wil de burger niet laten vallen, dat doet u wel. Mijn vraag aan u is, kan het taboe, want het is een taboe, bij u op de CO2-heffing, op de vervuiler laten betalen in plaats van de burger er dan nu af. Want dat is de enige echte alternatief op het hele rookgordijn wat u heeft opgetrokken rond uw eigen klimaatakkoord. Van 2-1, ja, of u voorzitter, trekt terug van de doelen. De heer Asscher is hier heel goed bij, in. Dat deed hij bij de dividendbelasting ook. Wat hij dan doet is een beeld schetsen van hoe het niet gelopen is. Daar heel schimmig over doen. Dat ook best geloofwaardig neerzetten, dat zal ik hem nageven. En volgens roepen dat er een rookgordijn is. Ik ga hier niet staan liegen om de onware versie van de heer Asscher om te doen alsof die klopt. We hebben in die cockpit gezeten en op die cockpit hebben we niet alles bekeken. Hebben we niet alles doorgenomen. Hebben we niet gezegd dit mag niet door, dit mag wel door. De dingen die we in de cockpit hebben besproken was een voorselectie van het kabinet. Want zij nou, dit zijn gevoelige dingen. En goh, warempel, wat heeft de coalitie samen met het kabinet bedacht bij alles wat we daar besproken hebben? Dan laten we ook alternatieven doorrekenen. Dus dat bevestigt alleen wat ik zei, dat we niet klakkeloos dingen overnemen van de tafel. Want als het daar besproken is, liggen er inmiddels ook alternatieven bij. Dus op het CO2-stuk, ja, ook daarvan zegt de heer Asscher nu, schuift hij me eerst een taboe in de schoenen. Om dan vervolgens, als ik er daar iets over zeg, te kijken en zeggen, oh, hij valt weg. Ik heb de dag nadat u CO2-doorrekening, CO2-heffingsdoorrekening naar het PBL hebt gestuurd, werd ik nog de journalisten bevraagd nadat het opgenomen was of ik het wel zeker wist, omdat ik zo aardig voor u was. Daar heb ik nu spijt van. Daar heb ik toen gezegd dat er nu een variant ligt van het kabinet met een boete. Dat ik dat zeker een kans wil geven. Dat ik ook zie dat er mensen zijn die bij voorbaat al zeggen dat het onuitvoerbaar is. Dat ik gewoon afwacht of dat kan. Dat ik denk dat het best iets een charme is dat je bedrijven en CO2-heffing laat betalen die er al is, Europees, de ETS. Maar dat je volgens tegen ze zegt, ja, we willen dat je CO2 vermindert. Dat betekent dat we ook nog accepteren dat je een ander deel uitstoot. Zet je geld nou in om die CO2 te reduceren. Ik hoor anderen zeggen, dat gaan ze alleen maar doen als je het eerst afpakt en teruggeeft. Of niet teruggeeft. Ik heb toen ook gezegd, op uw voorstel, dat als het plan van de heer Wiebes goed doorrekent, het plan wat van die tafels afgekomen is, dat ik hoop dat andere partijen dat de kans geven. Maar dat ik ook snap dat als dat niet is, als er staat, nou, briljant bedacht, maar de uitvoering is lastig, dat dan die CO2-heffing in volledigheid in de discussie op tafel komt. Daarom heb ik net ook bij collega's van u die hier ook over hadden gevraagd, moet het dan per se, hè, is het dan een gefixeerd middel? Of kunnen we dan kijken naar de relatie tot de ETS? Kun je bepaalde bedrijven waarvan je weet, ja, dit is eigenlijk niet een CO2-heffing. Dit is gewoon een verbanning van het bedrijf uit het land plus duizenden banen die dan verloren gaan. Kun je daar een uitzondering van maken? Daarom ben ik daar actief en constructief over aan het praten met u. Omdat ik snap, ik hoop dat het bonus-malensysteem, of het malensysteem, het boetesysteem, dat het goed werkt. En dat we dat dan ook verre kans geven. Ik hou rekening met alles. Dus ook dat het niet goed werkt. En dan snap ik dat dit middel weer op tafel komt. De heer Asscher. Voorzitter, de heer Dijkhoff begint weer over die dividendbelasting. Die sleept die overal bij. Daar ging het nu niet over. Het is wel inderdaad een overeenkomst. Een maatregel die niemand wil, die er opeens is op verzoek van de grote multinationals. En die na heel veel moeite van tafel gaat. En hier een maatregel die iedereen wil. 71 economen, de Amerikaanse centrale banken, een groot aantal politieke partijen en heel veel kiezers, ook uw kiezers. Namelijk CO2-heffing die er opeens niet komt, die niet voorkomt in de stukken. Maar, voorzitter, ik hoor hier de Dijkhoff die zegt, ja, als die CO2-belasting beter uit de berekeningen komt dan de plannen van Wiebes, dan gaan we daarvoor kiezen. Daar zou ik u aan houden. Ja, voorzitter. De laatste zei ik net niet, want dan moeten we wel alle berekeningen in oogschouw nemen. Dus dan klopt die wel. Dus niet alleen de berekening hoeveel CO2-reductie levert die op of hoeveel knaken levert die op voor de schatkist. Maar ook wat zijn de effecten op de werkgelegenheid in Nederland. En dat je niet een bedrijf de grens overzet en daar dat ze net zoveel uitstoten, maar dat er een hoop Nederlanders hun baan kwijt zijn. Dus ik heb er een paar meer nuances bij. Maar inderdaad, het is altijd, heeft die boven de markt gehangen. En volgens mij heeft het kabinet in de brief gezegd dat ze vragen naar een studie naar allerlei varianten, inclusief een gefixeerd kop op, want we hebben al een ETS, we hebben al CO2-heffing in de vorm van ETS, dat ook in kaart wordt gebracht. Dat gecombineerd met de doorrekening van de voorstellen van diverse partijen, kunnen we dan allemaal wegen en naast elkaar leggen. De heer Klaver.
Voorzitter, wat mij betreft is dit echt wel de winst van het debat. De CO2-heffing is er nog steeds. Hè? Dus we kunnen hierover spreken na de doorrekening die er straks in maart komt. Om te kijken op welke manier we tot de meest effectieve manier komen om CO2-uitstoot terug te dringen. Dat is absoluut winst. Waar ik het met de heer Dijkhoff over wilde hebben, gaat wel over zijn uitspraken ook die hij heeft gedaan. Eigenlijk, er is een jaar lang onderhandeld in opdracht van het kabinet. Dit is een fantastisch proces, is ook door de coalitie heel vaak gezegd. En als je dan vervolgens als fractievoorzitter van de grootste partij dat bijna wegveegt, als het zijn gewoon opties en we kunnen daarin zelf kiezen, dan snap ik dat misschien niet helemaal tot de juiste sfeer, voor de juiste sfeer zorgt waarin we samen tot oplossingen kunnen komen. De vraag die ik concreet heb voor de heer Dijkhoff is de volgende. Welke zaken zou hij dan eruit willen halen of willen toevoegen aan het akkoord wat er nu ligt? De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, nogmaals, ik snap dat het in januari helderder overkwam dan daarvoor. Maar ik had het daarvoor ook al heel vaak gezegd. Ook om juist te waarschuwen voor het beeld dat je de 21ste zou weten wat Nederland gaat doen. En dat je zou zeggen, dat komt van die tafels, die hebben erover gepolderd. Dan neemt de politiek klakkeloos over. Het staat ook wel een beetje zo in die introductie. We hebben een tafel, dan wordt het doorgerekend, dan gaat het kabinet gaan mee praten. Dan gaat de Kamer er nog over praten en daarna stellen we het vast. Ik denk, dat is niet hoe het gaat. Dat is niet hoe wij hier als parlement werken. Dat zou ook niet prettig zijn voor u als oppositie, denk ik, als u nog eigen voorstellen wil inbouwen. Als je kijkt naar wat er ligt, hangt het vooral bij de doorrekening. Ik hoop dat er uitkomt dat het allemaal goed is. Maar ik heb het idee dat er wel per tafel vaak gekeken is wat zijn de lasten eventueel voor mensen en kan dat nog? Ook al een beetje gehoord terug van mensen die aan tafels hebben gezeten. Maar dat ze daarna dachten, ben ik ook mede verantwoordelijk voor die andere tafels. En dat het stapeleffect, dat ik daar even op bezorgd ben en dus een voorbehoud maak. Verder staan er dingen in die op zichzelf niet rampzalig zijn, maar die nog heel erg uitgewerkt moeten worden. Ik bedoel, er staan dingen in, laten we de makkelijke pakken, de vleesconsumptie. Kijk, als dat ertoe leidt dat bedrijven, weet ik veel, op ooghoogte alternatieven neerleggen en dan moeten ze zelf weten. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Maar als het uit zou komen in de uitwerking dat ze willen dat er een wet is die nog maar 3 keer in de week vlees mag eten, daar ga ik natuurlijk niet voor zijn. Je mag voor mij iedere dag een hele tomahawk naar binnen werken. Het is niet zo gezond, maar daar wil ik je vrij. Weg te nemen, maar ook dat je het open kunt stellen in mijn ogen. Dus ik zou het kabinet ook willen vragen om het breed op te vatten, niet alleen voor een heel beperkt inkomensgroep, maar dat ook open zou kunnen staan voor bedrijven die warmte als dienst aanbieden. Dat je echt gewoon weet, ik heb gewoon een contract met iemand, die betaal ik verder en die heeft bij mij een installatie aangelegd en als er iets mis is, dan bel ik die ook op en verder heb ik ongeveer dezelfde rekening als ik had. Dus ik vind dat we daar, dat zou ik willen toevoegen, dat we daar nog een stap verder in mogen gaan dan de tekst van het akkoord. En dat het kabinet bij de uitwerking van het warmtefonds dat ook zo in die volle breedte oppakt. Dat wil ik ze bij deze dan ook vragen. De heer Klaver. Voorzitter, en dat klinkt mooi, het faciliteren van burgers, dat ze die overschakeling kunnen maken naar een andere manier van hun huis verwarmen. Maar de heer Dijkhoff pikte daarnet, ik vroeg ook wat moet er dan uit zijn akkoord. En ik denk dat juist het interview van de heer Dijkhoff begin dit jaar juist heel veel onrust heeft veroorzaakt. En juist hij bevestigt hier nu ook weer het beeld, alsof in het akkoord er is het voorgesteld dat je nog maar 3 keer in de week vlees mag eten. Alsof een partij hier in de Tweede Kamer, zelfs onze vrienden van de Partij voor de Dieren hebben dat nog nooit voorgesteld, dat er een wet zou komen die zegt je mag nog maar 3 keer per week vlees eten. Er is niemand die dat voorstelt. En ik denk juist in dit debat, u had een heel mooi debat met de heer Baudet, het gaat om de feiten. Mm-hmm. En het gaat om de beelden. En ik vind, om eerlijk te zijn, dat u bijdraagt aan het creëren van valse beelden als het gaat over hoe we klimaatverandering moeten aanpakken. Er is niemand die voorstelt dat er een wettelijke verplichting komt hoe vaak je nog vlees mag eten. Uitvoeringstechnische ramp en principieel een groot probleem. Eens, daarom zei ik al, hypothetisch. Dat zit er
er niet in. Dus, nee. En daar, dat is nou precies wat u eruit pakt. Van alles wat u kon kiezen. U kiest iets uit dat akkoord wat er niet in staat. En mijn vraag is, als u aangeeft, wat wilt u niet? Noemt u mij dan wat daaruit moet? Ik bedoel, ik wil ook niet alles overnemen. Maar kunt u mij vertellen wat er nu echt concreet in staat? Wat er staat voorgesteld? Waarvan u denkt, dit moeten we niet doen. Nou, voorzitter, nogmaals, ik zeg niet dat erin staat. Ik heb een voorbehoud geplaatst bij heel veel dingen die uitgewerkt moeten worden. En ik heb juist geconstateerd dat het beeld verkeerd was. En ik heb gemeend, hoewel ik dat al voor het dat die tafels met hun producten afleverden, ook al menigmaal geprobeerd heb, zelfs anderhalf week van tevoren op tv, om te voorkomen dat het beeld ontstond, heb ik gemeend dat ik meer moest doen om de onrust die ik ook bij mijn achterban merkte, maar ook gewoon bij gesprekken met mensen op straat die er allemaal over begonnen, beelden over die foute beelden, om die recht te zetten. Om ook te zeggen dat er nog steeds een kamer is die op gaat letten op de betaalbaarheid en draagvlak zal koesteren. En dat het hysterische beeld van dit zijn de plannen, dit gaat allemaal gebeuren, wat het ook mag kosten, dat ik dat heb gemeend recht te zetten. Dat ik nog steeds, als ik naar het akkoord kijk, dat dingen in zitten waarvan ik denk, ja, dat kan leiden tot, en daar moet je duidelijk van zijn, dat gaan we niet doen. En een ander domein, om dan terug te komen bij de laatste vraag van de heer Klaver. Als je kijkt, daarom hebben we er ook alternatieven naast gelegd, alleen op dekking. Maar als je kijkt naar het terrein van de auto's, dan vind ik dat er uit dat akkoord wel een beeld spreekt dat ik eigenlijk achterhaald vind. Alsof we heel veel moeite moeten gaan doen de komende jaren om mensen een elektrische auto in te krijgen. Alsof dat iets een teruggang is. Nou, dat kan je alleen maar denken als je er nooit in gereden hebt. Dus ik denk dat die ontwikkeling van mensen die gewoon denken, oké, als ik maar zeker weet dat ik hem op tijd kan laden en dat het allemaal goed geregeld is, dat het veel sneller gaat. Dat ik ook denk dat er andere middelen bekeken moeten worden dan alleen maar subsidie, die weer door anderen moet worden betaald. Dat gebruik ik deze gelegenheid, gaat meteen mijn spreektijd wat korter ook, om die vraag door te glijden in het kabinet. Ik las dat België bijvoorbeeld heeft gezegd, wij als overheid garanderen de verkoop van een x-aantal auto's. Maar dan verwachten we wel, omdat we zo'n massale garantie geven, dat u korting geeft. Dat daar de bedragen die door de fabrikanten als korting zijn aangeboden op de catalogusprijs, dat die nog hoger zijn dan de beoogde subsidie van de tafels. En dan denk ik, ja, dat is een manier waarbij dat, als je dat zou kunnen doen, dus vraag aan het kabinet, kijk daarnaar en laat ons weten of ik dat Belgische voorbeeld goed heb begrepen en of daar nog haak en oog aan zitten. Dan zijn dat slimmere manieren om het te doen dan op de klassieke manier met subsidie en belasting. De heer Klaver. Maar voorzitter, als het komt op de auto's en de plannen die erin staan, ik denk dat we elkaar kunnen vinden daarin dat de manier die nu is gekozen met subsidiëring, dat ook wij daar geen voorstander van zijn. Maar de heer Dijkhoff spreekt de hele tijd in beelden. En misschien dat daar wel een probleem zit. De beelden die zijn ontstaan over dit klimaatakkoord en over het hele klimaatdebat. En in zijn poging om die beelden te herstellen is er een soort van beeldenstorm ontstaan, zou je bijna kunnen zeggen. En in zijn poging het beeld te herstellen maakt hij misschien wel meer kapot dan hem lief is. Omdat ik juist denk dat de heer Dijkhoff beelden in stand houdt over hoe wij met z'n allen mensen op kosten willen jagen. De heer Jette, je kan veel van hem zeggen, maar het is een klimaatdoorzetter wat mij betreft en geen drammer. En iedereen hier, of niemand hier, wil burgers op kosten jagen. Dat is wel de indruk die de heer Dijkhoff heeft laten ontstaan. Hij heeft ook gedaan alsof linkse partijen, ook ikzelf, alsof wij burgers op kosten zouden willen jagen. Volgens mij is er helemaal niemand die dat wil doen. En daarom denk ik dat in het herstellen van die beelden de heer Dijkhoff er goed aan doet om daar heel zorgvuldig in te zijn. Hij is inderdaad de fractievoorzitter van de grootste partij. Dat vraagt ook om zorgvuldigheid. En willen we ervoor zorgen dat heel Nederland dit gaat meemaken, deze grote klimaattransitie, dan moeten we zorgvuldig zijn in de wijze waarop we zelf beelden proberen te bestrijden. Ja, voorzitter, iedereen mag een recensie geven van hoe ik het heb aangepakt. Ik heb in ieder geval gemerkt dat het in mijn achterban weer de nodige rust heeft teruggebracht om goed te kunnen kijken naar welke voorstellen er wel en niet geaccepteerd kunnen worden en we kunnen dragen. En ik constateer ook dat we in de discussie gelukkig niet alleen mijn partij, maar ook veel meer partijen nu meer de nadruk leggen op de haalbaarheid en de betaalbaarheid van mensen, in plaats van alleen maar de nadruk leggen op als wij het niet doen kan het nooit meer en we moeten harder en sneller dan de rest van de wereld en wij moeten een soort proeftuin worden voor de wereld en 55% is eigenlijk nog aan de krappe kant. Ja, prima dat de heer Klaver een andere recensie geeft over hoe ik dat heb gedaan, maar ik zie wel
dat als positief effect dat er pas op de plaats is in discussie, dat er ruimte is, los van alleen maar het moet. En dat, dat we ook allemaal nu meer aandacht besteden aan de gevolgen van mensen en dat we die kennelijk dus allemaal in toom willen houden. Tot slot. Voorzitter, ik zal me wel verkeerd hebben uitgedrukt, maar dit ging niet over het recenseren van de heer Dijkhoff. Dit gaat over hoe wij als politici, wat voor invloed wij hebben op de publieke opinie in Nederland. En als hij zegt het was goed voor mijn achterban, ik zie dat mensen juist geschrokken zijn. En dat er beelden zijn gecreëerd over wat de politiek zou doen. En dan nog één ding. Ik kan veel van mijn partij zeggen, maar wij heet GroenLinks. In onze beginselverklaring stond zelfs al, 30 jaar geleden, dat als je echt klimaatbeleid wil voeren, dat dat gepaard zou moeten gaan met herverdeling. Als je klimaatbeleid voert, dan zorgt dat voor enorme kosten, juist voor mensen aan de onderkant van de samenleving. En als je dan niet bereid bent om dan ook aan herverdeling te doen, aan te nivelleren, dan heb je een heel groot probleem, want dan kunnen mensen de klimaattransitie niet meemaken. Wij zeiden 30 jaar geleden al, ik hoop ook dat de heer Dijkhoff wil nadenken over herverdeling. Want de klimaattransitie kost veel geld. En als we dan niet durven praten over herverdeling, dan zal het niet, zullen mensen dit niet kunnen meemaken. Mevrouw Marijnissen. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Dijkhoff over het befaamde interview over het klimaatakkoord, waarin hij de uitspraak deed dat hij de burger niet zou laten vallen. En ik ben heel benieuwd wat dat betekent. Want net is al veel gesproken over het klimaatakkoord. Wat staat er nou precies in? Wat zou je er nog bij willen hebben? Wat staat er uit? U zegt, ja, ik wacht de doorrekeningen nog af. Er moet nog heel veel bekeken worden. Het moet allemaal nog gewogen worden hier. Oké, dat gaat allemaal gebeuren. Maar voor de mensen thuis is één ding wel heel concreet. En dat is namelijk die energierekening. Die komend jaar bijna €300 stijgt. Mm-hmm. Bent u het met mij eens? Want ik proefde net bij de heer Buma sympathie en steun voor mijn oproep aan de minister-president om die energierekening te verlagen. Bent u het met mij eens dat het ten eerste heel onrechtvaardig is dat wij hier met z'n allen nog staan te debatteren over welke maatregelen er precies allemaal in het kader van het klimaatakkoord genomen gaan worden, maar mensen ondertussen al wel flink meer gaan betalen? En bent u het ook met mij eens dat het funest is voor het draagvlak voor de rest van die maatregelen? De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, even. De energierekening stijgt om een aantal redenen. Sommige hebben wij niet in de hand. Maar ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheid, hoor. Maar ik begin met het deel wat we niet in de hand hebben. Dat zijn stijgende energiekosten. Dan heb je het deel de hogere energiebelasting. Dat is van ons. Als van het kabinet, maar natuurlijk door de coalitie. Kijk, op zich ligt daar een goed verhaal, vind ik. Namelijk, die is, die energiebelasting valt wat hoger uit, maar dat geld hebben we allemaal gebruikt om de inkomstenbelasting te verlagen. Dat is economisch een betere manier van belasting heffen dan we deden. Maar het pakt nu wel ongelukkig uit. Nu we aan de vooravond staan, als het gaat om draagvlak, dus daar geef ik mevrouw Marijnissen gelijk in. Als het gaat om de klimaatmaatregelen die je nog moet nemen, dat je dan toch het gevoel hebt dat op je energierekening, nou niet alleen het gevoel, maar ook een feit, de belasting hoger is. Dat pakt ongelukkig uit. Dat het dan via de inkomstenbelasting weer terug is gekomen, dat is ook een feit. Maar dat zie je natuurlijk niet, dat staat nergens op die rekening. Dus dat is voor het draagvlak inderdaad ongelukkig. Mevrouw Marijnissen. Ja, dus ik ben wel benieuwd als de heer Dijkhoff zegt, ik kies de kant van de burger, wat dat dan precies op dit punt concreet betekent. Want ook als je kijkt naar die energiebelasting, is dat onrechtvaardig verdeeld. We hadden hier al het debat, grote bedrijven verantwoordelijk voor 80% van de vervuiling, maar ondertussen wordt het half-half huishoudens, grote bedrijven betaald. Dat is gewoon niet rechtvaardig. Tegelijkertijd is het wel de werkelijkheid van mensen. Bijna €300 meer betalen alleen al voor die energierekening. En dan komt de huur, de zorgpremie, de btw, noem het allemaal maar op, nog eens bij. Dus daarom toch nogmaals mijn vraag. De heer Buma heeft zijn sympathie al betuigd. Ik verwacht eigenlijk ook van de heer Dijkhoff, als hij zegt ik kies de kant van de burger, ja, dat we samen wat kunnen doen om die energierekening omlaag te brengen. Ja, sympathie kunt u hebben, maar dat is goedkoop. Dus voordat ik verwachtingen wekt, ja, dan moeten we ook kijken naar dekking en dat soort zaken. En dat is nog niet zo makkelijk in het hele bouwwerk. Op het ODE is natuurlijk duidelijk dat het kabinet gaat kijken, en daar ben ik ook blij mee, of die balans herzien moet worden. En dan zal die balans altijd positiever uitvallen voor de burger ten opzichte van de bedrijven. En straks bij het wegen van het hele pakket denk ik dat we ook een goed moment hebben om het hele, alle effecten te wegen. Ja, dan zullen deze vragen ook weer terugkomen. Maar ik heb nu niet meteen een oplossing om het te dekken. Nee, maar dat vind ik zo hypocriet. Want de heer Dijkhoff zegt, ik kies de kant van de burger.
En dan denk ik, ja, mooi, want volgens mij is dat ook belangrijk. Zeker in die discussie rondom de klimaatmaatregelen. Mm-hmm. Maar mensen betalen nu die rekening, want die zien die energierekening stijgen. En dat vind ik echt hypocriet, dat u in de krant zegt, ik kies de kant van de burger en hier, nu staan we hier en dan kunnen we wat regelen. U zegt, ja, ik weet ook niet 1, 2, 3 hoe ik dat moet betalen. Terwijl we de oplossing al meermaals hebben aangedragen. We hebben al zo ontzettend vaak voorstellen gedaan om die kosten eerlijker te verdelen, om een rechtvaardiger klimaatbeleid te voeren. En wat dit kabinet nu doet, is precies het tegenovergestelde. Hier wordt nog volop gediscussieerd over wat er allemaal wel en niet gaat kunnen en wat er wel of niet doorgerekend gaat worden. Maar ondertussen betalen mensen de rekening, die zien hun energierekening met bijna €300 stijgen. Ja, voorzitter, kijk, de kant van de burger is minder eenvoudig dan alleen een belasting verlagen. Ik heb al gezegd dat de belastingverhoging die op je energierekening zit, ja, dat is dus vestzak broekzak voor de burger, maar die heeft geleid tot een belastingverlaging op je loonstrook. Verder zijn er kostenstijgingen die ik niet in de hand heb, die ik ook niet altijd kan compenseren. En verder moet je je beleid ook goed afstemmen dat diezelfde burger over 10, 20 jaar nog steeds een goed draaiende economie heeft, waar hij zijn boterham in kan verdienen en genoeg verdient om zijn kinderen goed in op te voeden en de mogelijkheden kan bieden die je wil bieden. Dus het is een complexer verhaal dan alleen maar zeggen, als je aan de kant van de burger staat, dan moet je elke belasting verlagen. Dat wil ik best wel doen, maar dan moet je ook snijden in de kosten. En mensen hebben ook behoefte aan andere zaken van de overheid, zoals veiligheid, zorg en onderwijs. Dus de kant van de burger kiezen is niet zo eendimensionaal als mevrouw Marijnissen het zegt. Er gaat gekeken worden naar de verdeling tussen burgers en bedrijven bij de ODE alleen al. Verder in het hele pakket wat er straks moet komen ook. Daar zullen we ook daar goed naar kijken. Dat is het. Dat is het dan, ja. Ja. De heer Stoffer. Voorzitter, ik heb een open vraag. Vertel. 10 voor 7. Dat vertel ik u straks, meneer Wilders. Nee, voorzitter, die open vraag is de volgende. Zo'n 1,5 maand geleden stonden we hier ook, ja niet in deze samenstelling, maar toen hadden we het over de klimaatwet. Mm. En het ging ons als SGP echt aan het hart dat wij niet voor die wet konden stemmen. En ik zal nogmaals delen waarom dat zo was. Wat voor ons namelijk echt onoverkomelijk was, was een streefdoel van 49% CO2-reductie in 2030 in een wet vastleggen. Een wet is voor ons toch wel echt een wet en daar hoor je aan te houden. En voor ons waren al die onzekerheden en al die dingen waar we het nog niet van wisten, dat was voor ons echt die aanleiding, zegt ja, iets vastleggen waarvan je niet weet hoe je dat gaat halen, dat moet je niet doen. Nou, mijn vraag is eigenlijk, die open vraag aan de heer Dijkhoff, u heeft wel voor die wet gestemd, terwijl u volgens mij ook nu weer, en ook in de krant, diezelfde onzekerheden ook ziet. Wat waren nu uw overwegingen om toch te zeggen, ik stem voor die wet? Ja, voorzitter, dezelfde overweging als de heer Stoffer hebben bij ons tegelijk dat het opnemen van een streefdoel ons voldoende comfort en ruimte bood om rekening te houden met al die zaken. Daarom hebben we daar voor gestemd. En die wet is uitgebreid in de Kamer behandeld. Dat klopt, voorzitter. Maar goed, ik heb die vraag nooit eerder kunnen stellen. Dan de vervolgvraag. Stel nu is dat dadelijk blijkt, na 13 maart hebben we al die berekeningen en het is gewoon niet reëel. Om op die, dat is voor mensen ook gewoon niet te dragen, om op die 49% uit te komen. Is het dan bespreekbaar om in 2030 op, laten we zeggen, 44% te zitten? Ja, voorzitter, kijk, na 13 maart hebben we een berekening van de effecten als je de voorstellen onverkort zou doorvoeren. Dus als dat tot een niet zo fijn plaatje leidt, dan moeten we daarna weken, misschien wel maanden gebruiken om te kijken of er een beter pakket is, waarbij je wel je streefdoel haalt en nadert. En die nadelige effecten niet hebt of voldoende kunt compenseren. Daarnaast speelt de discussie op Europa. Voor dit voorjaar zult een pakket moeten maken 49. Wellicht moet je zelfs al laten zien wat je zou moeten doen 55 te halen. Vervolgens is ook de vraag die het kabinet heeft gesteld. Wanneer weten we wat Europa doet? Gaan er kopgroepen ontstaan? Gaat heel Europa op 49 zitten? Gaat dat rond de 45 zitten? Zit het op de 40? En dan moet je opnieuw kijken wat verstandig is om te doen. Als Nederland. Kijk, als wij een hoger percentage van het Europese gemiddelde goed kunnen halen op een behapbare manier, ik noem maar iets, en ook nog leidt tot meer innovatie en een voorsprong voor onze handel en onze economie, daar ben ik er ook voor. Dus het is niet zo dat ik zeg, je moet nooit, je moet het en op zijn merites beoordelen, de maatregelen zelf, en kijken naar wat de doelstellingen in Europa zijn. En dus ook zeker de betaalbaarheid. Dus het is niet in beton gegoten, maar het is ook niet een doel van mij om zo laag mogelijk te gaan zitten als ik maar mee wegkom of zo. De heer Stoffer. Voorzitter, ik dank de heer Dijkhoff voor het antwoord. Want als het niet haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar is, valt erover te spreken om dat doel naar beneden bij te stellen. En dat stelt mij gerust. Dank u.
De heer Van Rooyen. Ja, voorzitter. Ik heb altijd voor ogen gehad dat je naar de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij goed moet luisteren. Dat heb ik ook gedaan tot nu toe. U zei eerder, de voorstellen kunnen een bijdrage leveren. Toen dacht ik, nou, u maakt het al erg klein. Vervolgens zei u, ik wacht op de doorrekeningen. En daarna zei u, nou, wat in ieder geval mijn interview heeft bewerkstelligd, is dat mijn achterban weer rustig is. Volgens mij is er een verschil tussen uw achterban en de burger in Nederland, gelukkig wel. Maar bedoelde u nou dat vooral de VVD-achterban gerustgesteld moest worden, waarmee u afstand nam van de voorstellen waarbij u tot in die nacht betrokken bent geweest? Wat was nou eigenlijk de bedoeling van dat interview? U maakt het heel klein, want u zegt het kan een bijdrage leveren. Ja. Wat doet u met de doorrekeningen? Als nou die doorrekeningen aangeven dat het zou kunnen, wat bedoelt u dan? De koopkracht? U weet toch ook dat koopkrachtberekeningen over de niet bestaande gemiddelde Nederlander gaat. Dat je huurhuizen hebt, eigen woningen, wel een auto, niet een auto. De Randstad, het platteland. Ik weet helemaal niet meer wat u eigenlijk bedoelde met het interview. Behalve dat u de VVD-achterban gerust wilde stellen. Maar waar staat u nou als leider van de grootste fractie? De heer Dijkhoff. Voorzitter, ik ga even proberen dit te stroomlijnen. De vraag was vrij breed. Wat ik bedoel, ik heb een interview gegeven, sowieso omdat ik dat al afgesproken had. En daarnaast, op het moment dat ik het gaf, zag ik gewoon, dat is niet alleen mijn achterban als in VVD-stemmers, maar ook mensen die je spreekt, berichten die naar je gestuurd worden en ook de teneur in de media, dat het beeld was, en ook eerlijk gezegd als je de inleiding leest van het ontwerp tot een akkoord, dat het toch wel heel erg was van, nou, dit is het. Hier hebben nu al die partijen zo lang mee gezeten. Als deze maatregelen 49% halen, dan gaan we ze doorvoeren. En daarvan denk ik, nee, dat weet je pas als de politiek, als parlement, de volksvertegenwoordiging alles heeft kunnen wegen. Wat doet het aan klimaatdoelen? Wat doet het voor de lasten van mensen? En wat is de balans tussen bedrijven en burgers? En ik ben het met de heer Van Rooyen eens. Een koopkrachtplaatje alleen, daar laat ik me niet mee afschepen. Want dat kan best zijn dat iedereen gelijk blijft, omdat de helft van Nederland meer moet betalen en de andere helft van Nederland erop vooruit gaat. Dat is per saldo nul. Dan kun je zeggen, nou, geen effect. Maar je zult maar bij de verkeerde helft zitten, dan heeft het wel effect. We hebben de andere helft ook, maar die zul je niet klagen als je erop vooruit gaat. Dus je zult breder moeten kijken dan alleen één plaatje. Daarom wordt het ook nog ingewikkeld en wordt het ook na 13 maart echt niet in een week dat je een oordeel kunt vellen over concrete maatregelen. Dat zal nog wel meer tijd kosten voordat we dat doen. Dus het is niet dat ik daar alleen heb gedacht, nou, ik ga even voor mijn leden interviewen. Dan doe ik het wel in het ledenblad. Ik zag op het moment dat ik het gaf echt een bredere onrust, ook over deels dingen die veroorzaakt zijn door hoe er gepraat is over de status van die voorstellen. Hoewel ik van tevoren dus al geprobeerd had in de media te zeggen, dat is niet zo. Wat er gaat komen die volgende week vrijdag, als het lukt om er iets te komen, zijn voorstellen van die tafels, een akkoord onderling. Dat geven ze dan aan de politiek, dat wordt doorgerekend. En daarna gaan wij beoordelen wat we wel en niet gaan doen. Dat heb ik van tevoren ook al gezegd. Dus dat beeld was totaal verkeerd. En er waren ook nog een hoop andere spookbeelden die ik meende goed aan te doen om uit te leggen waar in het proces we staan. En hoe dat de status van het stuk is en hoe de status van de volksvertegenwoordiging is waar mensen op gestemd hebben. Mensen hebben niet gekozen voor de mensen die daar aan die tafel zitten. De heer Van Rooyen. Ja, voorzitter, laat ik de vraag nog een keer anders stellen. Een paar weken geleden hadden we hier een debat met de premier en minister Wiebes over de uitlatingen van u. Dat leidde bij uw collega's in de coalitie, ja. Buma, Segers en Jette, tot heftige reacties. Dat hebben Segers en Buma hier ook nog eens duidelijk aan de premier voorgelegd. U zat daar begrijpelijk zwijgend bij. Het feit dat zij zo heftig reageerden moet toch betekenen dat zij hebben gevoeld, de andere drie, dat u heel veel afstand nam, dat u het klein maakte en dat u inderdaad met de VVD-achterban bezig was. Ik wil van u weten of u dat eigenlijk nu terugneemt. Want anders blijft die brand in de coalitie branden en dan heeft u het klimaatakkoord gewoon, wat ik al eerder zei, in de fik gestoken en weggelopen. Ja, voorzitter, de heer Van Rooyen zegt dat ik iets moet doen omdat anders iets zo blijft wat niet zo is. Als ik het idee had dat de tent in de fik stond in de coalitie, denk ik dat we dan vorige week ook wel anders bij elkaar hadden gezeten op een ander dossier. Dus ik heb dat gevoel niet. Ik heb wel het gevoel dat deze coalitie drie hoofddoelen, dat we daar eensgezind over zijn.
Maar het is natuurlijk makkelijker als je er maar één hebt. Het is makkelijker als je alleen maar zegt, nou, alles wat de portemonnee van mensen raakt, doe ik niet. Of als je zegt, nou, alles wat 49% haalt, doe ik gewoon. Of alles wat bedrijven meer belasten, minder belasten, vind ik ook prima. We maken het onszelf ingewikkelder, doordat we vinden dat het én die klimaatdoelen moet halen, én betaalbaar moet zijn voor gewone mensen, én een faire balans tussen burgers en bedrijven. Ik zit niet in de business dingen terug te nemen. Ik vind het fair als ik in de openbaarheid iets zeg dat anderen daar ook op reageren. It's all in the game. Het was ook niet de meest hoffelijke interview in de woordkeus die ik heb gegeven. Dus dat mensen daar iets van vonden, dat snap ik ook. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik heb niet het idee dat er iets in de fik staat of dat ik iets terug moet nemen. Ja, voorzitter. Tot slot op dit punt, ja, voorzitter. De heer Van Rooyen. We krijgen over een aantal weken verkiezingen. Ik vind dat u duidelijk moet maken naar de coalitiepartners en naar alle burgers in Nederland dat u niet bedoeld heeft wat u wel als effect had. Dat wil ik van u weten. De kiezer wil weten waar u nu staat. Bent u nog onderdeel met de andere drie van de afspraken, de voorstellen die er lagen? Of zegt hij, het was voor mij toch tactisch heel handig. Buma had dat overigens al eerder gedaan. Toen dacht u, dat moet ik ook maar doen. Ik neem flinke afstand. De mensen willen weten waar u staat. En ik weet het niet en de Kamer weet het niet. Dank u wel, meneer. Voorzitter, dat u het niet weet, dat is jammer. Dan zal ik het nog een keer proberen uit te leggen. Maar ik heb niet de indruk dat u daarmee voor al die mensen spreekt. Ik heb in hetzelfde interview gezegd, ook waar ik me wel aan gecommitteerd voel. Staat er ook keurig in. Dus ik heb niet het idee dat daar nou extreme verwarring over is. Die drie zaken die ik net schets, die zullen we als vier coalitiepartijen moeten combineren. Daar zal een pakket uit moeten komen dat rekening houdt met de portemonnee van mensen. Dat zorgt dat niet op achterlijke kosten leidt. En ook een faire balans tussen burgers en bedrijven bij het halen van die klimaatdoelen. Dat zit daar, het commitment aan die doelen staat zelfs in het interview zelf. Dus, en ook in die zaken die ik daarvoor had. U zei, ja, u moet het ook een keer doen. Nou, ik constateerde wel dat al die pogingen die ik daarvoor heb gewaagd, die waarvan ik zelf ook vond dat ze duidelijk waren. En als je letterlijk terugleest, staat daar ook, staan die dingen daar ook. Of het nou bij Pauw was, of op online filmpjes van ons, of in de reactie die vrijdag op het stuk zelf. Maar ik constateer wel dat het interview in de Telegraaf meer mensen heeft bereikt dan alle pogingen daarvoor met hetzelfde verhaal. Korte vraag, mevrouw Ouwehand. Voorzitter, twee korte vragen. De eerste is, staat de VVD nog steeds achter het Parijsakkoord en de ratificatie? En de tweede gaat over het klimaatakkoord. Kijk, de Partij voor de Dieren vindt het ook niks, maar wij hebben hem niet besteld. Wij zagen, zo'n groot probleem moet je inderdaad politiek wegen. Alle belangen naast elkaar, verstandige keuzes maken. En dat schuif je niet aan tafels waar gevestigde belangen de boventoon voeren die op zijn best gaan meestribbelen. Dus mijn vraag is, ik snap wel dat de heer Dijkhoff zegt, ja, maar ja, wij gaan erover. Maar waarom heeft hij dan zo'n klimaatakkoord besteld? Ja, voorzitter, kijk, flauwe antwoord. Ik heb dat niet besteld. Ik ben niet de gesprekspartner van die tafels. Wat ik in het interview ook heb gezegd, dat ik me voor kan stellen dat je ook zoekt naar draagvlak bij die partijen. Maar ik heb in, nou, ook daar ga ik toch weer zeggen dat ik dat in een aantal interviews heb gezegd. En ook in een oproep aan mensen juist om bij ons aan tafel te komen om erover te praten. Dat het misschien niet, als je kijkt hoe het uitpakt, dat ik niet weet of ik het al over zou doen. Dat is dan een understatement. Mooi. En dan wil ik heel graag nog een laatste vraag, antwoord op mijn eerste vraag. Ja, over Parijsakkoord. Staat de VVD nog steeds achter die internationale afspraak met de handtekening eronder? Afgesproken in Parijs dat we de klimaatverandering tot maximaal 2 graden moeten zien te beperken en eigenlijk 1,5. Ja, voorzitter. Ik heb al eerder ook in hetzelfde interview gezegd dat ik me gecommitteerd voel aan het maken van een pakket om in ieder geval die 49 te halen en dan te kijken met onze omringende landen. Dus dat ik daar allemaal nog steeds achter sta. Maar dat je dat wel moet doen in de uitvoering met meer dan alleen maar we moeten een pakket hebben dat die CO2-reductiedoelen haalt. Daar stel ik eisen aan bij. Daar wordt het misschien niet makkelijker van, maar wel beter. Nee, mevrouw Ouwehand, u bent al geweest. Ik ga naar de heer. Wat zegt u? Het is een ja. Okay. Nou, dat is altijd met mevrouw Ouwehand. Goed, de heer Wilders. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, ik zou. Dijkhoff is volgens mij ongeveer aan het einde van zijn termijn. Hem willen vragen wanneer hij nou wat voor de normale Nederlander gaat doen. Elke dag, voorzitter. De heer Wilders. Nou, daar merken ze heel weinig van. Weet u? U heeft het ook op dit dossier constant over, ja, we moeten de pijn verdelen en het moet behapbaar zijn. Maar het doet altijd pijn. U heeft getekend in het regeerakkoord voor die reductie van 49% CO2 in 2030. U heeft getekend
in die klimaatwet voor, wat is het, 95% in 2050. En dat doet pijn. Dat doet pijn voor bijna niets. En de mensen thuis, die herkennen de VVD door de partij die ervoor heeft gezorgd dat de afgelopen jaren ook nu weer ze alleen maar minder in hun portemonnee krijgen. Dat de huren omhoog gaan. Dat de energierekening met €300 is gestegen. Dat de huren omhoog gaan. Dat de pensioenen worden gekort. Dus ik vraag je nog een keer. Dat allemaal indachtig wat er is gebeurd en ook wat ja, linksom of rechtsom. Het gaat heel veel geld kosten. Of het nou de burgers of bedrijven zijn, het gaat heel veel geld kosten. Wanneer gaat de VVD eindelijk eens een keer wat voor die gewone man doen in een portemonnee? In plaats van steeds wat uitpakken, wanneer stopt hij er wat aan terug? Ja, voorzitter, de heer Wilders stopte zijn rijtje net toen het leuk werd, want de inkomstenbelasting is verlaagd. We hebben de hoge migratiestroom van een paar jaar geleden met goede afspraken en sluiting van de grenzen op de Balkan kunnen indammen. En de weg naar vooruitgang is als je regeert nooit een rechte lijn. Daar zitten omwegen bij en dan kom je wel eens een hoekje waar je niet wil zijn. Ik weet dat de heer Wilders dat liever vermijdt, dat hij daarom mensen nooit teleurstelt en ook niks bereikt. Dat is wel het verschil tussen onze partijen. Dus ik werk elke dag voor de Nederlanders, de heer Wilders ook, maar iets meer verbaal en wij iets meer met doen. Nou ja, u heeft inderdaad wel een rechte lijn, maar die rechte lijn is iedere keer opnieuw, en dat is de constante rechte lijn van u, om het pakken van de mensen. U pakt de mensen iedere keer opnieuw. Door die VVD gaan ze alleen maar meer betalen. Nogmaals huur, ziektekosten, pensioenen, noem maar op. En u voert nou een programma uit. Wat? Dat doet u ook nog een keer samen met hypocrieten. Ik zei het net al, de heer Jette. Die vliegt de halve wereld rond terwijl de mensen nog geen gehaktbal mogen eten van hem. En ook uw eigen, de heer Nijpels. Ik heb dat ook in mijn termijn gezet. De VVD'er Nijpels, die voorzitter is van al die klimaattafels. Die zegt gewoon doodleuk bij Buitenhof afgelopen zondag op televisie. Zegt hij gewoon, ja, ach, ik heb geen warmtepomp en ik vlieg lekker naar mijn vrienden in Nieuw-Zeeland. En ja, dat ik blijf ook gewoon een gast, want ik woon in een monumentaal pand. Dikke, vette patsers. Dat zijn het, die VVD'ers. En wat doet u voor de gewone man? Wat doet u nou concreet voor de gewone man? Voorzitter, ik kan hier zo boos over worden. Wat doet u nou voor de gewone man, behalve hem gewoon geld uit zijn portemonnee kloppen? Nou, voorzitter, wat we doen is zorgen dat er goede zorg is in Nederland. Ik zou geen ander land, ik zou sowieso niet ziek willen zijn. Maar ik zou niet zeggen, nou doe maar naar een ander land, daar is de zorg beter. We werken elke dag hard aan het investeren in onderwijs, zodat onze kinderen goed opgeleid zijn. We zorgen voor veiligheid, we doen ons best de migratie nog verder te beperken. Wat ik net zei, dat is in 2015 ook flink gelukt. We werken aan een goede economie, waar we allemaal een goede boterham kunnen verdienen. We hebben de inkomstenbelasting kunnen verlagen. En zo zorgen we elke dag aan een Nederland waar mensen de ruimte hebben om een geluk te vinden, vrij kunnen zijn. Zelfs als oud-PVV'ers zich willen bekeren, kan dat in dit land. Daar zorgen wij voor. En dat gaat met vallen en opstaan. Dat gaat met vreugde en teleurstelling. Maar dat is nou eenmaal wat je doet als je ergens voor zorgt en de verantwoordelijkheid neemt. Dan moet u mij niet gaan verwijten dat ik met partijen moet regeren die wat linkser zijn. Want dat hoor ik van kiezers ook al vaak. En dan zeggen ze, ik ga niet meer op je stemmen, want je sluit compromissen. Nou, dan stemmen we weer op partijen die sowieso nooit meer gaan regeren. Kan ik volgende keer met 5 andere partijen aan tafel gaan zitten. Ja, dat is de keuze waar mensen voor staan. Voor u maakt het niet zoveel uit hoeveel zetels u heeft. Het verhaal wat u brengt is hetzelfde. En ook heel consistent en herkenbaar. Voor ons maakt het wel uit, want dan kunnen we meer, het beleid meer naar onze kant, naar de rechtse kant toe buigen. De heer Wilders. Voorzitter, tenslotte, ook dat zijn allemaal leugens. Is het alleen maar te liegen hier? Alleen maar leugens. Een strenger migratiebeleid. Vorige week stonden we hier nog en heeft u in tegenstelling tot uw afspraak in het regeerakkoord, heeft u het kinderpardon verruimd. Kom dan toch niet aan met allemaal die leugens van strenger immigratiebeleid. Die heeft vorige week het tegenovergestelde gedaan. De heer Rutte heeft de afgelopen jaren, ook toen u fractievoorzitter was en bent geworden, 400.000 niet-westerse allochtonen het land binnengelaten. Kom dan nog niet allemaal die praatjes. Mensen trappen daar niet meer in. U zegt lastenverlichting. Mensen weten nog precies die €1.000 van premier Rutte. €1.000 zou de VVD ze geven. Lastenverlichting zouden ze geven. De mensen thuis die nu naar dit debat kijken, van jong tot gepensioneerd, zien in februari, in januari, dat ze alleen maar meer gaan betalen. En met dat gekke klimaatbeleid van u heeft u het over verdelen van de kosten, maar ze gaan opnieuw betalen en in uw portemonnee gaat u ze pakken. U bent wat dat betreft niet voor de gewone man, u bent er om op het plus te blijven zitten. U bent een plusplakker en dan moet u 20 keer naar links bewegen. Dat zult u doen, meneer Dijkhoff, omdat het u niet gaat om de... Ik ben volgens mij nog aan het woord, omdat het u niet gaat om de Nederlander. Het gaat u omdat u zelf met uw achterste in die stoeltjes kan blijven zitten. Ja, meneer Wilders, dit is toch echt bespottelijk. Van alle mensen in deze Kamer.
Ik kwam van de middelbare school af, toen zat u er al te plakken. En u plakt er nog steeds. En u bent er niet eens, u bent er even van afgekomen om op afstand iemand... Ik zit niet in vak K, ik sta hier. Dat is een bewuste keuze. De VVD zit in vak K zolang de kiezer ons dat gunt. En de kiezer heeft inderdaad keuzes. En de kiezer kan kiezen tussen iemand die nooit iets heeft gedaan... Twee jaar lang ook concessies heeft gedaan, daarna snel weer teruggerend dus naar dat vertrouwde plakkerige bankje waar u nu in zit en al heel lang in zit. En kan kiezen tussen iemand die ze ook inderdaad teleurstelt, die vorige week op één punt flink heeft ingeleverd, ja. En daarvoor wel dingen heeft teruggekregen, zoals afschaffen kinderpardon, discretionaire bevoegdheid en het minder ophalen van vluchtelingen volgens de hervestiging. Ja, dat is een mixed bag, daar moet de kiezer zichzelf over oordelen. En uiteindelijk leven we gelukkig in een democratie, waarin ik hier niet afhankelijk ben van wat u van mij vindt, maar wat de kiezer vindt. En die heeft een duidelijk keuze tussen nooit teleurstellen en altijd praten of winnen en verliezen samen. Maar wel verantwoordelijkheid dragen en dingen voor elkaar krijgen en dingen doen. Dank u wel, meneer Dijkhoff. Dan wil ik eigenlijk nu het voorstel doen om te schorsen tot 8:00 en dan gaan we verder met de andere sprekers. Ik schors de vergadering tot 8:00. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment.